Goedemiddag allemaal. Ja, kleine tripje. Regen buiten, maar dat is niks. Omdat wij gaan vandaag naar de... Ja, klopt. Luchtvaart Museum, Aviodrom in Lelystad. We zijn naast of de vluchthaven, naast de airport in de Lelystad. En wij gaan ook bezoeken wat mooi is hier te vinden. Ja. Kijk eens. Dus gaan jullie mee? Alweer. Wij zijn verder met de expositie. We hebben net gegeten, maar die was zeker niet zo. We hebben verwacht. Eerlijk gezegd, friet kan beter zijn in McDonald's dan waren ze hier. Dus. Ja, maar wat gaan we verder? Denk maar eens. Denk maar eens. Ja, dat is bordje. Oké, info. En wij gaan verder bezoeken. Hallo allemaal. Ja, we zijn binnen. Die bijen. Ja. 747. Ooit die grootste vliegtuig. Ja. Maar is helaas niet mooi. Het is weer buiten. Veel wind. En regen. Maar nu zijn wij in de deel. Waar kunnen wij zien? Hoe was het gebouw? Hoe waren installaties gedaan? En over een minuutje. Ja, dat is achter. Verder naar de passagiers day. Kijk eens. Well, welkom to de crew cabin. Hier was alles voorbereid. Eten en drinken voor de passagiers. Kijk, hier hebben jullie plekje. Waar waren alles gepakt. Veilig tijden die reis. Oké. En daar is onze terugkant naar de binnenhal. Ja, kijk eens daar. Kijk eens. We zijn binnen die passengers cabin. Ja, ik denk dat een grote deel van jullie is al met deze toestel gevlogen. Maar als interesse kijken jullie. Ja, voor mama's en de kind. En die toiletjes. Ja, kijk eens, 4 toiletjes. In een vliegtuig. Hier zijn zeker plekken wat konden jullie toen ook boeken met meer voetplek. Hier is lift en tweede crew cabin.
ook crewcabine. Vol handen. Stewardessen plekjes. Oeh, ik wil video kijken. Kijk eens. Al de VHS systeem. Dat kon je wel op die toetsen. Zelf video's kiezen. Jeśli dużo latacie samolotami, to może nie na was nie zrobi. Kostek zamknięty, jakiś dobra, to poczekaj. Chyba kajkes. Ten hier hebben wij technische gegevens van deze vliegtuig. Jumbo, kijk, ik zie al veel. Vrachtraum, economie, E-zone. Naar E-zone gaan we straks. Stewardess plek en die uitgangdeur. Een soort of service. Wat konden jullie hier krijgen? Oranges voor die eten te verwarmen, opwarmen. Naar die A-zone, dus die bovenste dek. En dat is die bovenste dek, maar inderdaad, ja, kijk eens, hier is volgende crew ruimte. Voor die service. En volgende ingang, uitgang. En ook business class, ja, als het goed is. En dat is alles van de rondleiding van 747. En wij gaan verder. Dus tot ziens. Voor iedereen, we hebben nooit engine gezien. Motor van de vliegtuig. Kunnen jullie zien hoe groot is het? En die toestel, omdat het zelf groot is, heb nog steeds, omdat het nog steeds in gebruik is, met vier zo'n motors beschikt. Dat is impressief, toch? En kijk eens voor die kleine bandjes. Echt kleintje, toch? Kijk eens. Hoeveel hydrauliek en alles moest werken. Tire pressure. 200 PSI. Mooi, hè? En hier is typisch container voor. Deze is voor de paardentransport. Maar ja, ook
die cisterne. Voor die. Benzine voelen. Hoeveelheid, precies hoeveelheid van de meter, van de motor, van de gasoline, precies. Dat is een van die weg naar dit toestel. Maar we gaan verder, natuurlijk. Dat is nog niet alles. Weer is opnieuw een stuk beter. Wij zijn nu bij dan die andere hangar. Wij kunnen we zien hoe die vliegtuigen voor de expositie zijn gerenoveerd. Zoals kunnen jullie zien, die zijn van kleine vliegtuigtoetsen, militaire toetsen. Daar zijn nog andere toetsels. Hier is ook nog de KLM. Maar ook niet zo klein motor. Dat moeten jullie toch zeggen, hè? Dat kleine school training toestel. En nog een toetsen tijdens de renovatie. Dat is andere hangar dus. Kijk eens voor die prachtig kleine toetsen. Ja, die is met gewouwen vliegtuig, als jullie zien. De vliegtuig kan opgewouwd worden. En dit is een soort van radar, denk ik. Toch? Kijk eens. Radar op de bovenste deel. Is prima, hè? Oké. En zo zien we de vliegtuig. Wij gaan toch door de trap naar beneden. De Noorse man tijdens de renovatie. Die man was van Karten. Is mooi, hè? En dat is instrument panel worden. Pilot instrument board. Is gek, hè? Een uitzicht op dit terrein. Voor die militaire vliegtuig met die shooterstand. Ja, maar we zijn nog in Volkhandelhangar en dat is toch meer interesse. We zullen hier meer vliegtuigen gerestaureerd al, omdat in een van de vorige hangars we hebben gezien dat ze gerestaureerd geworden. En nu wij zijn in een andere hangar, waar zijn die vliegtuigen staan te bezoeken. En heel veel van ze zijn geopend, maar dat we zullen later zien. Simulatie van de
control line. Kijk eens. En we hebben een vliegende Hollander. Buiten stond dicht, maar nu we hebben wel goed geopend. Hier is het stuk donker, dus sorry voor. Maar hier zijn spoelen van de control tower. Een soort of radar. Eens maar verder. Daar is één KLM. Daar is die tweede KLM. Zo'n soort stad voor de deur dicht. Maar nu kunnen we wel hem zien. Zonnestel. Oude militaire fokker. Grappig, hè? Bijna zo'n salontje. Helikopter, kijk eens. Zo'n kleintje, zo grappig. Maar dat is wel helikopter. En de watertoestel. Is het ook mooi, hè? Daarachter. Wat is toch mooi is hier, dat je kunt eerst boven lopen en alles zien. En veel toestellen, ja. Een oude ANWB, medical. Kijk eens. Een echte oude toestel, kijk eens. Het is zo grappig. Met die zo lampjes gebouwd. Nu is het helemaal onveilig. Maar eerder, dat is begin eigenlijk vanaf de vliegtuigideeën. Toen mensen wouden vliegen. Hoe hebben ze gecombineerd, kijk eens. Het is zo grappig nu. Maar eerder was het zo, hè. Oké, wij zijn binnen die volgende toestel. Dit is oude Flying Dutchman Constellation. 46. Ja. En dit is ook een mooie toegang tot die pilot cabin. Dat kunnen we hier zien. Met oude navigatie aan boord. Voor die mechanischen. Kijk eens, emergency exit, HF antenne. Kijk eens. Goedag, kom hier zitten. Kom, je moet hier zitten, hè? Kijk. Tot af en toe. Nou, wij hebben veel hoger, hè? En dat je open, throw out the rope, en dat je go out. There were experiments with slides, but that was just a canvas piece of cloth. Yeah, but first question, how good hermetic is the window, if possible, if open? If you fly, somebody is your screen. Okay. Dat is toch goed, hè? Kijk eens daarachter. Die zijn gewoon stoelen, zonder niks.
have one straash. Dus nou op het eind, wij zijn bij het heli-station. Naast op mij staat Sikorski S55. Hier is ook oude trauma-heli van WB. Maar ook niet alleen, ook die Sikorski in een S51. Dat is toch prima, hè? Maar ja, nou ja, wat eerste heli. Maar met deze uitzicht, wij zijn klaar. Ik bedank jullie voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei.